Buiten werd ik, maar in de les heb ik een jaar gemaakt. Meelopen. Ja, omdat het ook steeds iets veiliger wordt, denk ik. Mooi dat de politie die is inmiddels al petje aan, mondkapje af. Ze heeft veel vriendelijkere uitstraling. En voor deze dat ze dit ook mede mogelijk maken. Nou, ze noemen het nu een begeleide manifestatie. Ja, ja. En dat voelt ook een heel stuk veiliger. En hoe vind jij het? Weet je een beetje waarom we dit doen? Ja. Ja, waarom dan? Omdat we voor vrijheid opkomen. Kijk, ze hebben allemaal. Ah ja, goed van jou. Ik zie jou lopen met de kinderen. Ja, dat is op zich wel heel bijzonder, want zoveel kinderen zien we hier niet. Nee, jammer. Ja. Ja. En ja, jij vond het wel belangrijk om ze mee te nemen? Zeker weten. De oudste twee zitten al meer dan een jaar thuis. Ze zijn wel gewend. En ja, het is duidelijk denk ik wat wij ervan vinden, anders slikken we hier niet. Nee. En ze weten zelf, begrijpen ze ook goed waarom ze hier zijn. Ja, dat heb je ze goed uitgelegd? Zeker. Ja? Zeker. En ja, ben je niet bang dat, dat het escaleert en dat het dan... Ja, we houden ze wel veilig natuurlijk. Hè. We gaan er niet... Ja. Ja. Laat ze niet oppakken. Dankjewel. Okay. Hoe is het? Ja, goed. Tevreden? Ja, ik ben heel tevreden. Ja, ik denk schatting tussen de 3 en de 5.000. Maar straks even de klikker en de beelden. Maar het gaat echt goed. Ja, 4:15 in Den Bosch voor een station. En na een fantastische mars zonder enig incident. Het kan allemaal en ja, we gaan eens terugkijken op wat gesprekken. Opvallend veel kinderen liepen deze keer mee. Vorig jaar hebben wij met een groep geweldige vrijwilligers gewerkt om voor jullie het echte nieuws te brengen. Het nieuws dat onderbelicht is gebleven in de media, het nieuws dat niet belicht is in de media en het nieuws dat vals belicht is in de media. Help ons mee, steun LNN en word lid.